Zo, op. Oké. Ik moet even... What the fuck? Uh-oh. What the fuck? Ja, dit is echt een what the fuckje. Ik plaats een dinges en dan komt er in één keer een hopper te staan. Hey kijkers, Michael als Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Skyblock. Vandaag samen met Lars en Eva. Woehoe! Lars, we zijn de vorige aflevering gescamd helaas binnen kaas, maar daar zijn al maatregelingen voor genomen. Dat krijg je, moet je mij niet gaan scammen, sorry, het spijt me, maar dat mag gewoon niet. Staat ook niet in de regels dat het mag. Dus helaas, pindakaas. Lars, ik heb echt hier al 58 hoppers, dus dat is natuurlijk alweer supermooi. Alleen, ik zit even met het volgende. Ja, ik wil toch wel, we moeten toch wel wat geld gaan verdienen, zodat we meer geld kunnen gaan verdienen. Dus mij leek het handig om de shop alvast te openen daar. Dus ja. Dat we één shop openen, want ja, weet je, als je een... laten we even zeggen dat hier zo Iron Block in zit. Ik zou even wat blokken maken, slash blok. Kijk, en ik doe slash shop en ik zal dat verkopen. Dan krijg ik per blok krijg ik maar $27. Nou, ik denk dat we een Iron Block makkelijk voor 1k kunnen verkopen. Hoe komen jullie daar boven? Ik zit, waar boven? Ja, in de shop. Door een dolle dak hakken. Ja, maar wat vind jij dat je voor een Iron Block kan gaan vragen? Een Iron Block. 1k is toch best wel genoeg? Ja, in de shop. Ze kunnen 1 blok kopen voor 2200. Ja, daarom. 1k, dat moet inderdaad kunnen. Ja, toch? Of doen we minder? 7,5 kan ook, toch? Of ja, niet? Doe maar. Oké, nou gaan we dat doen. Wie wilt alvast de poppies daar naartoe brengen? Ja. In de eerste winkel. Ja. Zodat we die deuren gewoon kunnen openen. Dan kunnen we in ieder geval verkopen. Dan maak je nog een opening. Want dan kunnen we gewoon weer meer Iron Golems kopen. Iron Golem spawners. In ieder geval geen kippen spawners. Ik heb hier een opening gemaakt. Hoppa, dit eruit. Dan haal ik ook even een... Oh lol, ik schrok van je, Lars. Anders. Slecht geweten. Oh, chips. Hij gooit al het iron door. Ja. Oh, wie haalt de iron eruit? Ben jij dat, Lars? Ik haal die rozen eruit. Oh, die iron stuurt hij al meteen weer door. Dus we willen in de shop al de poppies en zo verkopen. Ja. En iron blocks. En iron blocks. Weet je, dan kunnen we in ieder geval van al dit geld... kunnen we weer genoeg andere dingen maken. Maar we hebben zoveel kisten. Waar doen we dan poppies? Ook in een kist. Ja, doen we dan gewoon één helft poppies of zo in één rij? Ja, dat kan. Denk je dat zoveel nodig is? Weet niet. Zoveel poppies hebben we niet, hè? Zo! Ja, dat wil je niet weten. Maar hierin dan? Dat doe maar. Oh, jij hebt er ook nog... Oh, dan. Ja, dat is niet de enige. We hebben nog 3 kisten vol. Ja. Hoe zijn jullie binnengekomen? Via het dak. Oh, daar kom ik ook al. Oh, en even heeft hier een grap in de grond gemaakt. Oh, hier beneden langs dus. Oké, waar wil je de eieren in gaan doen, Lars? Niet te ver van die... Ja, of we moeten zo'n oorhoek maken, weet je wel? Dat je waar je alle iron... Oh ja, tuurlijk gold. Kunnen we iron, gold... Kunnen we alles er even in doen, dat is wel handig. Wil je dat hier doen, Lars? Oh ja, ik ben even... Hoe maak je zo'n bordje? Oh, hier zitten alle poppies in rechts om de hoek. Oké, okay, hoe moest je ook alle poppies uit één chest halen? Volgens mij als je er één pakt, of één stack, en dan shift klikken op een andere stack. Maar je gaat het dan alles... Je één in je hand en dan shift klik op de stack. Hier doe ik alle... Vergeten. Ik denk dat je beter daar, waar jullie nu die poppies doen, dat je daar beter die oors kan doen. Oh. Denk ik. En dan hier en dan de hier allemaal poppies. Want poppies die oors verkoop je toch wel volgens mij. Ik weet niet wat jullie willen hoor, maar jullie moeten het zelf aangeven. Ik denk dat je hier twee kisten vol met... Lars, haal je nou poppies eruit of doen ze er nou weer in? Ja, eruit. Die moeten er hier in. Zo, ik kom je even helpen. Dan plaatsen we even al die poppies hierin. Oh my god, kijk hoeveel poppies we hebben. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat is echt heel veel. Echt belachelijk veel. Even kijken, hier even alle iron in. Dan gaan we gewoon de eerste shop open. Wil je iron blocks en iron ores verkopen? Of zeg je nee, alleen maar blocks? Ik zou alleen blocks verkopen. Oké, slash blok. Dan moeten we straks even gaan kijken hoeveel blocks we hebben. Totaal nog, ook van die andere. Wat voor sign moet ik... Wat moet ik nu typen, Lars? Op de eerste regel zet je je naam. Oké, Dutch Terms, De tweede regel zet je 1 van het aantal blokken dat je wil verkopen.
Dan zet je op de derde regel hoofdletter B, spatie 1000. Dus buy voor 1000. Nee, dan kopen we ze toch voor 1000 in? Oh ja, dan is het S 1000, sorry. Willen we ze niet inkopen? We kunnen, je kan toch kopen en verkopen via één bordje? Ja. Nee, we doen wel slash sale alleen. Slash S, oké. Okay. En dan spatie? Nee, en dan enter. Nog, dus op de laatste regel van het bordje. Ja. Zet je iron block. Ja, maar dan moet toch bij de S toch wel een bedrag komen te staan? Oh ja, 1000. Ja, zullen ze niet 750 doen? Ja, of 750. Moet daar een spatie tussen of niet? Tussen de S en het bedrag? Ja, ik weet niet of het per se moet, maar ik doe het wel altijd. Ja, en dan doen we iron done. Ja, als het goed is, zou dat moeten werken. Shop successfully created staat. En nou is het S, nou kopen wij ze wel in. Huh? Nu verkopen ze items aan jou. Dan moet wel een B komen te staan. Oh my god. Ja, ik dacht al, hè? Oh my god, oké. Dutch terms. Ja, dan 1, cel, 750, iron, blok. Oké, bam. Hij is open, mensen. Open? Nou ja, nog niet open. Oké, ik zou even, wat voor een poppie vragen? Dan zet ik die er ook meteen neer. Een roos. Even kijken. De 10 of zo? Ja, 10 vind ik ook een goeie. Ja? Maar dan gewoon een stack? Nee toch, gewoon voor 1 toch? Dutch terms. Kun je niet beter een stack door dat je... 16? Het aantal 16? Kan ook. Oh ja, dat kan wel. 16. 16. Nee, waarom al die kisten vol popjes? Nee, de hele kamer... Nee, laten we 1 doen. Gewoon 1 doen. En dan doen we gewoon 1 voor 5 of zo. Cel, 5. En dan P-O-P-P-I. Zo. Ik heb een goed idee. Als we dan... Dat weet ik niet eens. Wat? Oh, jij zit in die kist. Gekkie. Dutch terms. 1. Cel. Voor 5. Of voor 10, hè? Ja, dat zeiden we. En dan Poppy. Huh? Hey, en... You have specified invalid item ID? Ik denk dat je... wacht. Hé. Hey. Ik ja, maar dat kan, schat. Dit is open geweest, hè? Mensen kunnen hier gewoon heen tp'en. Als ze hier een home hebben gezet, dan staan ze alleen in de shop. That's it. Ja, dat is waar. Hier, Lars, doe jij het maar even. Item ID. Hij wil er ook uit. Kijk hier. Hier, Svenny. Koop alles leeg. Nee, koop alles leeg. Hier. Daar. Nee, kopen. Ja, hier. Dan moet ik de sign op mezelf zetten. Oh ja, doe maar. Naam. Prima. Zet jij de poppies maar op je naam. Doe ik wel de oors. Ja, en ik dan? Jij krijgt geen geld. Hallo. Ik begon hier ook met de server. Het gaat toch allemaal in één grote pot? Ja, maar wie doet vaak mee met opnames? Nou, dan zet jij de popjes op je naam. Nee, ik zeg niet dat alleen... Ja, zet die popjes dan maar op je naam. Nee. Ja, dat doe is toch dan. Allemaal? Doe nou gewoon die popjes op je naam, dat is toch niet erg? Nee, ik wil dan ook een andere kant van de iron. Oh, oké. Okay. De andere kant van het iron. Een andere iron kist. Oké, dus je kunt je iron kopen bij Eva en bij Vissa. Ja, nu precies dezelfde prijs. Ja, maakt het niet uit. Dan krijg ik toch ook geld? Je kan toch beter de poppies dan doen? Ja, maar Lars dan? Ik hoef niks per se. Nee, precies. Ik verkoop wel hoppers, dat is ook goed. Nee, ja, koop jij maar hoppers in. Ja, dat. Ja, wat, oké. Een bordje. Even kijken. Ja, oké, nog opnieuw. Wat moest er ook weer? De eerste regel, Italy V Dutch. Ja. Ik ben even op de tweede regel 1. Oh. Ja. Op de derde regel B10. Willen we maar 1 verkopen? Dat is 1? Ja, Vincent. Poppies? Dus... Ja, ik zou gewoon poppies per 1 doen. Ja, of 16. Okay. Als je zegt ik wil 16, dan doe je ze 16 voor 150, kan je ook doen. Nee, dat kan niet. Doe maar 1 dan. Nee, doe maar 16 voor 80. Doe dat maar. Oké, B. En dan? B80. Los van elkaar, hè? Gewoon spatie. Ja. Ja. En dan de laatste regel. Dat is die mooi. Red underscore flower. Ik krijg alle blokken die we hebben, red? Ga ik van verkopen. Underscore flower. Dus okay. Laagstreepje. Ja, flower. Dat weet ik. Ja, nou, ik dacht, ik zeg het even. Ook niet. Oké, probeer alles nog een keer en dan in plaats van red underscore flower 38. Dus 16, B, 80. Oh shit, die kist. Oké, wat was het ook weer? Red? 38 moet je doen. Underscore 38, dus red nee, underscore... Nee, gewoon 38. Alleen 38? Ja. Ja. Tadaan. Zo. En dat op alle kisten. Waar rozen in zitten. We moeten even een automatisch... Ja, Lars, we hebben een nieuwe ruimte trouwens, even voor jouw informatie. We hebben een hele grote nieuwe ruimte, hebben we. En daar kan je dus eigenlijk doen wat je wil mee nu. Handig. Ja, echt heel groot is die. Slash blok. Wat ben je aan het doen, vraag Lars? Maar, vraag maar aan Eva, echt, dat is echt gigantisch grote ruimte hebben we gecreëerd. En, by the way... Oh jee.
Ja, by the way. Kijk, dat barretje dat in het midden hebben staan met die twee kisten. Als wij dadelijk zoveel geld hebben en zoveel spanners of zo, kunnen die daarin stoppen. Wat erin stoppen? Spanners. Oh, op die manier. Ja, dat zou kunnen. Ik zie het. Hele grote ruimte. Ja, hè? Even kijken. Even alles leegtrekken wat verkocht kan worden. Kool kan verkocht worden. Is er, je kan geen automatische farm miner maken, of wel? Nee, niet zonder command blocks. Oh, je redstone blocks wil je denk ik wel graag bewaren, of niet? Niet allemaal. Oké, dan verkopen we gewoon alles. Hoppa. Alles. Nou, oké. Emerald blocks 64. Jezus. Oh, we moeten dat ook weer renamen, of niet? Ja. Ja. Lars, wil jij al die kisten onder de slash blok, wil jij die even nachecken? Nee, deze niet hoor. Deze doe ik allemaal. Welke dan? Daar, onder de... waar mensen kunnen doneren. Oh. Dus als jij die even nacheckt, check ik dit gewoon allemaal na. Schat, wat ben jij nu? Jij bent nu daar alles aan het checken? Ja, ik ben even alles beter maken. Toppetje. Boom. Deze mee. Slash blok. Ik zorg dat we in ieder geval alles hier verkopen. Als dit er allemaal in zit, kunnen we in ieder geval open. En dan kunnen we gewoon geld verdienen. Kunnen we in ieder geval die hoppers, of althans hoppers, kunnen we in ieder geval gaan sparen voor spanners. En van die spanners kunnen we dus mensen dus ook weer spanners doneren. Want dat is eigenlijk het hele doel. We willen eigenlijk zorgen dat iedereen superrijk wordt. Maar ja, als we dan scammers zijn, hè? Jammer. Is jammer. Dus eigenlijk met jullie geld worden wij nu rijk. En van dat geld gaan wij dus weer andere mensen rijk maken. Nou, dus we maken elkaar rijk. Ik moet een anderhalve stack blazeschot gedoneerd. Kan je daar wat mee? Weet ik niet. Ja, roomstands maken. Anderhalve stack. Oh ja, dat is wel handig. En iemand heeft 3 stacks cactussen gedoneerd. 2.0. Damn. Nou, dat is genoeg om weer te verkopen. Slash blok. Let me check. Hier zit ook nog allemaal in. Ah, ook maar een klein beetje. Hier nog een klein beetje goud. Beetje redstone. Slash blok. Echt, mensen hebben zoveel spullen gedoneerd. Dat is echt niet normaal. Al jij al die oors daar eruit, Lars? Hier heb ik nog alles een is er al uit. Blok of wol. Hé, we kunnen ook obsidian gaan verkopen. Ja, dat is ook een goeie. Ja, maar dan hebben we zelf er niet zoveel aan, denk ik. Papier. Hier. Papier? Wil je papier verkopen? Wat moeten mensen met papier, lieve schat? Nou, weet niet. Boeken van maken. Dat is waar. Kijk eens. Ook een enchantment boeken, dat is ook wel goed. Kijken of we enchantment boeken hebben. Even kijken. Emeralds. Ik mis gewoon blokken. Ja? Ik ken er niet meer in die kist van Vincent. Waar die iron blocks in zaten. Oh ja. Zo. Oh ja. Dus wij kunnen hem nooit vullen. Nee. Dan moet dan moeten we een hopper pakken. Ja, dat kunnen we wel doen. Dat is toch niet zo moeilijk? Doen we gewoon een hopper erin. Nee, ik hou gewoon een hopper. Maar die moet je er wel uithalen als de shop open gaat. Anders dan gaan mensen er ook allemaal dingen in gooien. Ja, en we moeten ook wel een ingang hebben van de shop. We hebben niet echt een ingang. Ja, of je doet gewoon buitenbordjes neerzetten met van hier kan je je dingetjes erin doen voor dit of dit. Dat kan je wel doen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Maar nu kunnen we zelf telkens niet in die shop komen. Telkens door het dak of zo, of door de vloer. En dan doen we gewoon via de buitenkant, zetten we gewoon neer van hopper voor iron of zo. Dat wij alleen erin kunnen gooien. Oh ja. Dat kunnen we wel doen. Dat is wel nou, we kunnen sowieso de onderkant, daar gaat toch niemand in. Dat is alleen voor ons. Daar wordt de opslag, toch? Dat was de bedoeling. Ja. Ja. De onderkant maakt het er niet veel uit. Dat ja, maar via de onderkant kan je geen hoppers aanvullen. Toch, Lars? Oh, nee. Een hopper moet altijd van boven naar beneden uit mijn hoofd. Ja, dat is best logisch. Vincent? Ja? Wil je even naar die kist van jou komen, naar die sign staat? Ja, wat is er dan? Waar ben je? Hey, ik kom er zo aan, maar wat is er dan? Ja. Je moet even een hopper plaatsen, want ik kan geen hoppers tegen jouw kist aanplaatsen. Echt niet? Nee. Oh, lol. Allemaal protected. Dat is, oh, nou dan heeft het ook. Dan kunnen we gewoon erin zetten, toch? Oh nee, maar je kan er wel in gooien dan, denk ik. Oh, dat is wel gay. zo, we hebben veel blok. Joh, dat wil je niet weten. Hebben we hier onderhand hebben we toch ook nog allemaal dingen bewaard? Laat me even snel checken, ja. Emerald. Yo, zo, de U. Oké, ik ga straks even alles ophalen. We hebben in ieder geval genoeg om te verkopen. Ik kan ondertussen dingen ook even weghakken en mooi maken, want dat is echt een... Zijn jullie nog via de vloer gegaan erin? Ja, hè? Ja. Hier, Vincent vindt het. Ja, maar waar moet ik naar binnen dan? Je pakt die hopper. Ik zie geen hopper. En die zet je hier tegen deze kist dan. Ja, maar dan kan je het er ook nog niet in gooien, toch? Jawel, nu kan ik met mijn rechter muisknop in die hopper. En als ik het er dan in doe, dan gaat het in jouw kist. Ah, zo. Oh ja, dat is wel chill. Dan gaan we het gewoon op die manier doen. Even kijken. Dan moeten we nog meer kisten gaan doen, want er staan nog een heleboel andere kisten. In het rode. Deze moet weg dan. Oké, wacht. Ik ga eventjes wat meer van deze die hoppers halen dan.
Ik heb hier genoeg hoppers. Ik heb hier nog 3, man. Ik heb hier genoeg. Oh, ja. Nou heb ik er 57. Damn. Maar kunnen ze dan niet naar buiten en de pearlen? Of kunnen mensen ook niet in onze hoppers dan? Nee, mensen kunnen er als goed is niet in. Oké, okay, nou dat gaan we bekijken. Even kijken. Wat is handig? Want hier zitten nu 2... Ja, wat is hier? Hier zit nog een hopper. Ik weet niet, misschien kun je er tussendoor gaan. Dat denk ik niet. Nee, want ik kan niet eens op de kist klikken. Oh, nee. Ja, nu moeten we even gaan kijken hoe we de rest van de kisten gaan indelen. Ja, hierachter zitten die rozen. Die moeten ook even hoppers naartoe. Een raar systeempje allemaal. Waarom daar? Super slim. Yo. Nee, ik heb inderdaad ik kan ook niet tegen Eva haar ding een hopper plaatsen. Skatje. Ja. Je moet even je hopper ding daar fixen. Oké. Heb je een hopper voor mij dan? Nee, Lars heeft hoppers. Even kijken. Nu moeten we even naar binnen toe. Hoe de hel hebben jullie een ingang naar binnen gemaakt? Oh, even hier. Gewoon via de vloer of via het dak. Oké, dan ga ik een ander dichtmaken. Zo, hop. Oké. We moeten even... What the fuck? Uh-oh. What the Ja, dit is echt een what the fuckje. Ik plaats een ding en dan komt er in één keer een hopper te staan. Ja, dat is omdat jij net op die kist van Eva hebt geklikt. Ja, en nu in één keer... ging die hopper ging uit jouw inventory. Maar de server die, ja, die slaat hem dan op als het eerstvolgende blok wat jij gaat plaatsen. Gold, emerald, of wat wil je eerst? Emerald of dan diamonds? Of andersom. Ik zou hier zou ik gewoon redstone doen. Blok of redstone. Ik heb redstone. Blok of redstone. Dan doen we hier gewoon, even kijken, gold. Oh, we kunnen 2 redstone kisten doen en 2 lapies. Die ziet er best wel grappig uit. Die lapies doen hoppers. Ja. Dat is niet lelijk diamonds. Of zo. Nee. Blok of emeralds. Ik heb hier diamondblokken die voor Eva zijn, maar die mag ik ook wel hebben. Haha. Ja. Waar, Lars, heb jij een crafting table hier? Je kunt gewoon 6 craft doen, nu schat. Echt? Ja. Oh, ja. Oh, GG. Correct. Alle moeilijke van inkels. Ja, wist ik niet eens. Oh, wacht even. Zo. Mensen zijn echt geobsedeerd door de hele tijd bij mij te gaan staan. Die gaan echt niet achter jullie die gaten in. Die gaan gewoon de hele tijd voor mijn neus staan. Ja, klopt. Hoppa. Zo, even kijken. Als het goed is, moeten we nu redelijk wat overhouden. Boom. Het zijn er 23. Die zet ik er ook in. 2 erbij. Oké, hebben we nog een stack dus aan diamonds. Wow, dit gaat hard. Oké, ik ga hier afsluiten. De shop is bijna klaar. We zijn hem nu aan het invullen. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Skyblock. En zoals gewoonlijk zeg ik tegen jullie mensen altijd... Ciao! Yo!